Vlak voor de wedstrijd tegen RKC staan de ballenjongens klaar met 200 FC Groningen sjaals. Die worden uitgedeeld aan de toeschouwers die de kou van begin februari hebben getrotseerd. Florian Jozefsson. Nu is hij er langs. Ja, dat is een gelukje, want Burnett glijdt weg. Jozefsson, dat is Hens. En dus een strafschop voor RKC. Hens van Kwakman. En dus kan scheidsrechter Pieter Vink niets anders doen. Ja, Kwakman zegt, krijg hem in mijn gezicht. Braber achter de bal om na iets meer dan een kwart wedstrijd RKC op voorsprong te zetten. Robert Braber, en dat doet hij. RKC staat met 1-0 voor in Groningen. Beweging. Hier een kans en nog een kans en dan zit hij er niet in. Daar is FC Groningen heel erg dicht bij de gelijkmaker. Je beleeft hem eigenlijk zoals anders ook. Je wil echt gewoon winnen en dat was vandaag ook. Alleen nu moet je wat meer staan en af en toe wat aanwijzingen geven. Normaal doet Robert dat en vandaag ik. Bos, die telkens de bal voor zijn rechter legt. Dat is ook Hens. Ja, strafschop. Hens van Drost. En ook hier gaat de bal op 11 meter. Zeefuik achter de bal voor FC Groningen. Heel goed ingeschoten. 1-1. Zeefuik. Behoorlijk actief. En uit de draai, De Leeuw. Inmiddels in blessuretijd, een minuutje extra. En hier een kans voor De Leeuw. Maar daar staat Van Mosselveld. En dan is Chevalier wel weg. Chevalier, Bizot is gezien. De hoek lastig. En daar is Kwakman die zijn lichaam ervoor gooit. En zo voorkomt dat RKC op voorsprong komt. Rasmus Linton. Via de muur en die bal is toch over de lijn zou je zeggen. Via de onderkant van de lat. Het hele stadion schreeuwt om een doelpunt. En ook Van der Looy zegt, is die bal niet over de lijn? Dit had een doelpunt moeten zijn voor FC Groningen. Maar het doelpunt komt er dus niet. Ik zei tegen die vierde man dat hij erin zat, want ik zag die bal natuurlijk terugkomen. Je kon gewoon zien dat hij erin zat en hij zei, nou, de grensrechter stond er perfect voor, dus die kon het goed zien. Ik zei, nou, het leek mij duidelijk dat hij erin zat. En toen hoorde je het publiek al en dan wist je al dat hij gewoon zat. Ja, dat is jammer, want ik denk dat een derde goal, dat was wel klaar geweest. Lindgren. Ook het stapje is goed van Zeefuik en dan hier, strafschop. En dat is de eerste verdedigende actie van Ramos. En gaat hij er dan ook met rood vanaf? Dat denk ik wel. Ja! Oi, oi, oi! Hij staat 25 seconden in het veld. Opnieuw Gennaro Zeefuik. En Groningen staat met 2-1 voor. We hebben gewoon de tweede helft echt goed gevoetbald. De eerste helft waren we onrustig en dat had vooral met de middenvelders te maken, vond ik. Rasmus en Femi waren te weinig aanspeelbaar om het spel te kunnen verplaatsen. En de tweede helft deed dat uitstekend. En dan zie je dat je gewoon domineert en ook iedere counter er meteen uit kan halen.